Ik ben Matteo van der Grijn en ik ga de rol van Jack Middelburg spelen in Jumping Jack. Jack Middelburg was een kassenbeglazer en motorrijder, een van de grote drie. Die combineerde die twee vakken die totaal uiteenlopend zijn. En hij staat bekend als Jumping Jack, dat is niet voor niks. Dat is omdat hij een erg roekeloze stijl van motorrijden had. Nou zult u zich afvragen, Matteo van der Grijn als Jack Middelburg, hij lijkt er niet op, hij is eigenlijk te oud, whatever. Kijk, we maken geen documentaire over Jack Middelburg, want dan hadden we wel een documentaire gemaakt. Het is een voorstelling. En hij is, we moesten een acteur hebben die ook kan motorrijden, die zijn er niet zoveel. Dat kan hij en kan zingen en al die kwaliteiten heeft hij. En bovendien heeft hij de juiste woeste uitstraling. De uitdaging van Jumping Jack zit in meerdere dingen. Het wordt een heel grootse locatievoorstelling. En met hele mooie ingrediënten. Frank Lammers die het gaat regisseren. Volgens mij ontzettende lekkere rockmuziek erin. 3000 man publiek op de TT in Assen. Met dit verhaal van deze man uit de eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, die combinatie dat vind ik heel spannend. Dus ik ben heel benieuwd.